Nou, hier hebben we dan een diploma. En dat is dan de waardering van de jury. Dat wordt altijd uitgedrukt in punten. 97,5 punten. Dat is echt bijzonder veel. Danny Oosterman heeft als dirigent de leiding over DSS. Als ik het zo terug hoor en zie, ja, dan doet dat zeker wat met me. Ja. DSS treedt met meer dan 50 orkestleden op. Een van de muzikanten is de 17-jarige Ilse. Ze speelt bugel. Ging heel goed, ja. Ik heb super lekker gespeeld en je hoort ook op het moment dat je allemaal aan het spelen bent, hoor je ook als ze echt muziek gaan maken. En als ze ook gaan genieten van wat je zelf speelt. Want het is heel belangrijk dat buiten dat het publiek geniet, dat je zelf ook heel erg geniet. Want dan speel je zoveel lekkerder. En tussen het moment van dat je gespeeld hebt en die punten, ja, dan zit je in onzekerheid. Dan wacht je af en dan denk je, in ons geval, we hebben fantastisch gespeeld. Die punten zijn niet zo belangrijk. Maar als je dan ja, toch dit aantal punten krijgt, dan is dat wel de slagroom op de taart, zeg maar. Ik heb zelfs gehuild daar op het podium. Het was zo emotioneel eigenlijk. En naast mij waren ook een paar mensen aan het huilen. Het was zoveel spanning die je dan van je afvalt. Als er tot het eind van dit jaar geen orkesten meer zijn die hoger scoren, dan mag DSS uit Aarlanderveen zich ook nog Nederlands kampioen noemen.